Hey, welkom, mijn naam is Junian. Ik ga vandaag een lekker Thais visgerecht maken met basmati rijst en spinazie. Nou, wat heb ik er allemaal voor nodig? Ik heb er behoorlijk wat ingrediënten voor nodig. De exacte receptuur die kun je gewoon op de website vinden. Ik heb tilapiafilet, ik heb natuurlijk spinazie, ik heb hier zo limoenblad, ik heb hier curryleaves, knoflook, kookroom, een limoentje. Ik heb verse gember en gemberpoeder, ik heb laospoeder, ik heb komijnenpoeder en koriander, kokos, citroengras en ook nog verse koriander. Wat ik als eerste ga doen, ik ga alle kruiden ga ik lekker aanfruiten. Ik heb citroengras in stukken gesneden, wat inkepingjes gemaakt. Die doe ik in een pan met olie. Ik doe van alle kruiden flink bepaalde hoeveelheden. 2 theelepels. Dit wordt namelijk straks ook een soort van saus die je met de rijst lekker kan eten. Dus dat mag flink gekruid zijn. Nou, dat waren de kruiden. De knoflookpasta gaat er ook in. En hier doe ik 1 volle lepel van. Nou, ik heb hier wat water heb ik klaar om dat straks lekker af te blussen. Yes. Nou, ik heb een halve kokosblok en ook die doe ik hier lekker bij. Dit laat ik even lekker op temperatuur komen. Als het straks op temperatuur is, doe ik de vis erbij. En dan zet ik op het laag vuurtje. Nou, wat ik nu ga doen is, ik neem een limoentje en daar doe ik de sap van hierin. Nou, alles is lekker, lekkere kruiden door elkaar. En het enige wat ik nu doe, is de tilapia erbij. En dan het vuur zacht en alles lekker langzaam laten stomen. En dat moet je ongeveer op een zacht vuurtje, nou, ik denk een half uurtje laten stomen. En dan is het klaar. Klaar, bijna klaar. Het laatste wat we doen is dan de kookroom erbij. Ik heb een heel klein beetje olijfolie hierin gedaan. En ik doe nu de spinazie lekker hierin. En het enige wat ik hier nog straks bij doe is een beetje komijn en een heel klein beetje knoflook. En wat zout natuurlijk. En dan lekker laten sudderen. Nou, dit is het geworden. Thaise vis met basmati rijst. Nou, voor het recept, ik zou zeggen, kijk eventjes op YouTube of op mijn website.